kan één individu het verschil maken. Als ik om me heen kijk in de wereld, word ik soms moedeloos. Klerenzooi. Honger, milieuproblemen, armoede, oorlog. Ja, de wereld is nog te redden. In plaats van bij de pakken neer te gaan zitten, dan begint het gelijk ook weer te borrelen in mijn hoofd. Dan ga ik liever in mijn eigen omgeving op zoek naar dingen waar ik wel blij van word. En dan denk ik, ja, het kan dus wel. Pieter. Ik werd zo blij toen ik Cella ontmoette en over de Happy Kids. Dat is een school voor vernieuwend onderwijs, nieuwsgierige kinderen. Kinderen hebben veel meer inzicht dan wij veronderstellen. En zij stimuleren om dat naar buiten te laten komen, dat dat niet gek is. Dat ze dat voelen of dat ze dat ervaren of dat ze dat weten. Dat mag er allemaal zijn. Hoe draagt zoiets nou bij aan een betere wereld? Er ontstaan mooie mensen en die gaan mooie dingen doen in de toekomst. Omdat ze daartoe uitgedaagd worden. Je hebt eerst op een andere school gezeten? Ja. En wat is het verschil met die andere school? Waar je eerst op gezeten? Nou, ik vind deze school gewoon veel fijner. Je hebt veel meer vrijheid. En doen jullie ook Nederlands en rekenen en taal? En... Ja. Maar dat doen we op de computer. Dat doen jullie op de computer zelf? Ja. Aha. En dan mag je zelf de hele dag door aan werken? Ja. En we houden ons ook aan een weekplanner. Dat kan je dan zelf inplannen. Mm-hmm. En dat vind ik wel heel fijn. Dat je dat zelf een beetje kan bepalen. We hadden eigenlijk Liv weer een beetje terug, zo gezegd. Dat zie je terug in dat ze weer zin heeft om naar school te gaan, dat ze vrolijk is, dat ze weer gewoon lekker moe wordt van school, omdat ze aan de bak moet. Ja, je krijgt eigenlijk gewoon een heel vrolijk kind terug. Ja, een van de problemen ook van het huidige onderwijs is dat de kinderen zo in een systeem geduwd worden, wat ten koste gaat van hun eigenheid. Dus, wat we hier proberen is zoveel mogelijk de eigenheid van de kinderen te laten bestaan. We maken de kinderen eigenaar van hun leerproces en ook van de school. La 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 la! Hey! Jullie hebben het allemaal al voor je liggen, dus jullie weten inmiddels waarmee wij vandaag aan de slag gaan. Jullie hebben allemaal een prachtig bootje gemaakt, die ik voorzichtig beetpak. Daarop zit nu nog de originele dop, maar als het goed is hebben jullie ook een andere dop met een gaatje erin. Jullie hebben een portie Mentos. Die gaan straks hierin. Jullie wilden een Mentos Cola raket bouwen. We hebben een mooie combi van allebei. Dit is een experiment. We hebben dit nog niet eerder gedaan. Misschien wordt het wel helemaal niks. Neem je spul mee. Zorg dat je Mentos niet op straat laat kukkelen. En laten we ervoor gaan. Piet inventariseert met de kinderen wat ze heel gaaf vinden, wat ze zouden willen doen. En de kinderen hebben hierin ook een actieve rol. Die zorgen dan ook voor materialen, die kijken thuis wat ze hebben of wat er nog bij opa en oma op zolder staat. 3, 2, 1, ja! Sneller, sneller! Dop erop, dop erop! Andere dop! Andere dop! Hij gaat vooruit! Dus snel, zit hem in het water! Ja, wat ik zelf mooi vind is, ik heb vaak wel een doel, maar geen plan. Ze leren eigenlijk experimenteren en ze leren dat als iets mislukt, dat het dan toch nog waardevol kan zijn. We hadden al een beetje ontdekt dat de aandrijving niet heel erg hielp. Wat voor gaaf project hebben jullie meer gedaan? Vlot bouwen, katapult bouwen. Ik heb een keer messensmeden gedaan met een echte smidse en ijzer in het vuur leggen. En wat leren ze daarvan? Nou ja, wat je ervan leert, één is, je zit niet op je kont. Je bent bezig, je bent met je handen bezig, je bent aan het maken, dus het stimuleert een creatieve kant. Vaak leren ze samenwerken, niet zoals nu. Net zei iemand, ja, maar ik had het zo gedaan, maar de ander wou het zo doen. Oké, ja, compromissen sluiten, dat leer je er ook van. Ieder mens is uniek, ieder heeft dingen waar die goed in is, waar die minder goed in is. En dat hebben we gewoon allemaal. En laten we van daaruit gewoon verder gaan en van daaruit leren. Dan heb je hier dus bijvoorbeeld rekenen, dan gaan we even naar rekenen. Tot de herfstvakantie moeten we alles op 75% hebben staan. Bijvoorbeeld deze is nog niet op 75%, daar kun je dan op klikken. En dan druk je op start en dan kun je die les gaan maken. Ja. En kies je dan eerder het leuke of het minder leuke? Ik denk eerder het, ja, ik weet niet echt, maar dat, ik denk meer het minder leuke, want dan heb je dat weer al gedaan. Alvast maar gehaald. Ja. Stel ze er. Neppen.
Nou ja, wij hebben nu bijvoorbeeld Aikido. Dat heb ik nog niet op een andere school gezien. En voor mij is Aikido echt een ontzettend mooi middel om bij te dragen aan het zelfvertrouwen van kinderen, aan hun weerbaarheid. Maar dat ze vanuit zichzelf al sterk genoeg voelen. En alleen dat al zal weer zorgen dat een ander minder snel naar gaat doen. Ik val jou aan. Je pakt mijn pols. Je gaat er onderdoor. En ik doe mijn pols. En hebben jullie nog vragen? Ja, deze. Deze. Ieder kind wordt echt iedere dag gezien. Ieder kind wordt op zijn eigen niveau gezien. Op zijn eigen waarde geschat. Eén kind heeft talent voor het één. Daar wordt op ingegaan. En er wordt omheen gebouwd. En hij wordt nu? 5.000. Kan je een beetje verschil zien tussen 2500 en 5000? Ze helpen elkaar heel goed. Ze leren ook van elkaars talenten. Maar het allerbelangrijkste is dat ze zelfstandiger zijn. Zelf keuzes kunnen maken. Die meiden zijn hier nu zelf bezig bijvoorbeeld met met rekenles. En ze helpen elkaar. Je ziet het ook nu letterlijk gebeuren. Ze elkaar aan het helpen zijn. Ze helpen elkaar niet alleen maar door het antwoord te zeggen, maar ook door de ander na te laten denken. Dat leren ze ook wel met filosoferen en debatteren. Dus het mooie hieraan vind ik met name, je kijkt naar het kind. Het kind is echt nummer 1 en daar kijk je omheen. Stella, wat is de les van deze school? De les van deze school is dat als kinderen zichzelf kennen, zichzelf accepteren, dat ze dan een evenwichtiger persoon worden en ook op een evenwichtigere wijze met de planeet omgaan. Tot morgen. Ze zijn juist heel goed erin om allerlei verschillende kennisgebieden weer met elkaar te combineren. En daarin zitten ook de oplossingen voor de problemen van vandaag. Leuk. Probeer iets nieuws met stokvechten. Haar project was ook leuk. We gingen namelijk naar het Griffpark. En toen gingen we op het water.